know everything. Ja, het was hem. Holy shit! Hallo Tiny Pingwings en wat leuk dat jullie kijken naar mijn kanaal Infinity NL. Vandaag gaan we natuurlijk weer verder met Detroit Become Human. En de vorige keer waren we dus inderdaad hier geëindigd, precies. We hadden eigenlijk over een soort slaapplek kunnen vinden. En dat was eigenlijk bij een verlaten park en daar zijn we nu. En ja, er waren een paar droids losgeslagen, die kwamen ons ophalen. En we gaan nou kijken wat er nou verder gaat gebeuren. Dus ik hoop dat jullie deze content nou leuk vinden. Doe even een duimpje omhoog als het zo is. En abonneer op mijn kanaal. En dan... ja, dan gaan we lekker een hele, hopelijk, goede, productieve aflevering hervatten. Dus we lopen hier gewoon naar buiten. Ik moet heel eerlijk zeggen, Tiny Pingwings, het is voor mij lang geleden dat ik gespeeld heb. Ik weet niet of er veel van te merken zal zijn. Het is voor mij gewoon even herpakken. Schakel draaimolen in, oké. Ik ben benieuwd of die het nog een beetje doet zoals het moet. Little one can climb on board. Oh, the carousel is about to begin. Okay, we kunnen dus gewoon daadwerkelijk een rondje op de draaimolen. Altijd lachen. Mijn minst favoriete attractie van de hele kermis, maar goed. Waarom ook niet? Optillen. Let's go. Komt er nagaan dat dit meisje gewoon helemaal op een verlaten park is met niks in ze, niks in de, niks anders dan droids eigenlijk. Er is geen enkele mens hier. Hij is een droid, ik ben een droid, iedereen hier om ons heen zijn droids. Oh, was dit het hoofdstuk? Oké, okay, dit... Oh. We waren letterlijk... dat is eigenlijk zonde. We hadden letterlijk de vorige aflevering makkelijk nog kunnen eindigen. Met dit hoofdstuk. Maar... afijn. Hadden we niet kunnen weten. Het liefste doe ik zo afleveringen natuurlijk eindigen als het zo uitkomt. Maar... ik had gedacht dat er nog iets meer zou komen. Had trouwens ook nog een trofee gewonnen, dat is mooi. Kijk, als hem zijn we nou ook gewoon al een aantal keren dood gegaan. Maar gelukkig hebben we steeds een nieuw modelletje. Oh, kijk eens, we kunnen weer een boekje verzamelen. De mysterieuze meneer Kamsi. Iets zegt mij dat ik naar rechts moet, of niet? Nee, ik moet gewoon vooruit lopen. Praat met... oh, moet ik met... oh, ik moet met Henk praten, blijkbaar. Ja, dat is de stoel. Ik weet niet waar die Henk uithangt, maar... oh, daar. Nice view, huh? I used to come here a lot before. Persoonlijke vraag. Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Laten we het over de foto hebben. I saw a photo of a child on your kitchen table.
Dat is ook. Kijk, pijltje omlaag, dat betekent niet voor goeds. Ja. Yeah. His name was Cole. Stop met drinken. You should stop drinking, Lieutenant. It could have serious consequences for your health. That's the idea. We're not making any progress on this investigation. The deviants have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. We hebben iets vrijgespeeld. RA9, wat het betekent, geen idee. What we have in common is this obsession with RA9. Maar het is iets wat we mis hadden kunnen lopen. En meestal is het, wel een goed ding. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. Rationeel. They can simulate human emotions, but they're machines, and machines don't feel anything. What about you, Connor? You look human, you sound human, but what are you? Neutraal. I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Kijk. Soms maak ik wel goede keuzes in dit soort games, dames en heren. Niet altijd. Verre van altijd, maar. Ik ga gewoon op mijn gevoel uit. Intuïtie. Why didn't you shoot, Connor? Some scruple suddenly enter into your program? Waarom schoten we niet? Ja, wat gaan we zeggen? No. I just decided not to shoot. That's all. Ja. What the fuck? I could kill you. And you would just come back as if nothing happened. But are you afraid to die, Connor? Nee. Why would I be afraid? What'll happen if I pull this trigger? Nothing? Oblivion? Android heaven? Where does all your anger come from, Lieutenant? Some unresolved trauma in your past? You think you're so fucking smart. Always one step ahead, huh? Tell me this, smartass. Dit is geen makkelijke karakter om keuzes mee te maken, dames en heren. I know you're not a deviant. En daar loop ik al wel langer tegenaan. I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Niet schieten. Dank u. En met een pad ontgrendeld. Get drunker. I need to think. Moet je niet gaan drinken, pik. Nadenken en drinken, dat is niet iets wat past bij elkaar. Hebben we dan weer een hoofdstuk af? Ja, de brug. Snel hoofdstukkie. Oké. Nou, ik hoef niet eens te kijken naar de tijd, want mijn gevoel zegt dat we nog heel veel tijd over hebben. Nou, maar tot nu toe maken we lekker progressie, dus goed. Want de vorige keer met deze guy moesten doen, dat vond ik wel awesome. Welcome to Android Parking.
can't stay silent anymore. It's time humans heard what we had to say. You know they'll never listen to us. And revealing ourselves will put us in danger. If we want freedom, we need to have the courage to ask for it. That's the only way. What do you want to do? Channel 16 broadcasts from the Stratford Tower. The control room is on the top floor. That's where we need to go. We'll plan the operation down to the smallest detail. We can't leave anything to chance. Wat gaan we doen? Ik snap het niet zo goed. Dames en heren. Niet. Wat is hier de bedoeling ook alweer van? Kijk, dit is nou wat ik bedoel. Ik ben er eventjes uit geweest. Behind the scenes. Daar hebben jullie natuurlijk geen last van. Want jullie komen natuurlijk gewoon regelmatig onder 3 dagen online. Maar. Ik weet even niet waar we mee bezig zijn. Maar ik heb het idee dat we iets moeten gaan broadcasten bovenaan de toren. We moeten iets gaan laten zien. Ja, het wordt vanzelf wel duidelijk, jongens, als ik het ga spelen. Geen zorgen. Oké. Receptionist. We hebben nog een clue. Heb ik die al gehad? Nee. Nice, we hebben alles. Elizabeth Wilson speaking. Parkeerplaats. Good morning, Miss Wilson. Sorry to bother you. This is Mike from the car park. Hey. That's my real name. Problem? What kind of problem? Somebody's backed into it. You'd better come take a look. Are you serious? Oh God. All right. Fine. I'll be right down. Kunnen we er nou ongestoord langs? Geen idee. Er is natuurlijk de uitgang, maar. Hello, sir. What can I do for you? I have an appointment with Mr. Peterson. Do you have any ID? Yeah, yes, of course. Ik begrijp niet wat we net hebben. Ik begrijp even helemaal niks hiervan. Wat we net bij die vrouw ook deden. I need your help. Just checked your ID. The elevators are after the security gate. Thanks. Oké. Okay. Dus even kijken of er hier misschien nog iets meer is om te zien. Nee. We moeten. Kom langs beveiliging. Menselijke super. Ja, hebben afgeleid. Maar ja, er is nog een puntje. Ik weet niet wat dat voor is. Ja, we zijn er al doorheen. Progressie maken, dames en heren. Wow. Zag er niet best uit. Neem lift. Ja, dat is dit. Kijken. Ja, ik snap niet wat we net met die andere vrouw. Wat dat voor nut had. Maar we zullen het zien. En dan gaan we indrukken. Ja, 47 moesten we zijn. 37th floor. Hoppa. Zoek pakje op het herentoilet. Even op de map kijken. Oh, de men's bedroom. Dan zou het die kant op moeten zijn, denk ik. Een klein beetje rondkijken. Dit is wel een vette ruimte. Een broadcast station. Dat is wel dope.
Ja, ik moet nou wel de herentoilet gaan zoeken, maar... Oh, kijk eens. Nice. Maar waar is het herentoilet? Oh, bedroom, rechts. Naar de toiletten. Fancy hoor. Maar is dit dan het heren toilet? Geen idee. Geen idee wat dit is. Het is een undercover. Hey! Did you just took a shit, man? My man just took a shit, man! Alright. Nou, dat doet iedereen. Niks mis mee. Toch? Zelfs vrouwen. Heb ik gehoord. Mag ik er nog uit? Ja, dank u. Oh, erg toevallig. Ik had het over 5 minuten ook kunnen doen, dan kwam die ook 100% zeker net binnen. Even kijken, zoek de onderhoudsandroid. De onderhoudsandroid, god. Is dat die, is dat niet die droid die wij, is dat niet deze droid? Dit is ook een soort droid. Vertel dat niet als droid. Denk het niet. Dus nou weer de onderhoudsdroid. En wie zijn hier droids en wie niet? Dat is de grootste vraag in deze hele game. Onderhoudsdroid. God, ik heb geen idee. Is dat hem niet? Want hij glinstert, dus denk hier. Ja, dit lijkt mij de droid. I need your help. Steal de onderhoudskar. Het zal wel heel snel duidelijk worden wat we moeten doen. Of wat de bedoeling is. Maar voor nu... I have no clue. Open de brandtrap. Moet ik eerst weten waar dat ding is. Oh, daar. Volg Noord. Alright. Shit. We need to access the server room. We have to get rid of those guys. Leave it to me. Lok de bewakers weg, oké. Okay. Hey. Hoe gaan we dat doen? Wow, ik zie dat we daar misschien iets mee kunnen doen. Ik zou het anders ook niet echt weten. Hell yeah,
Ja, dat werkte. Jesus Christ, this piece of shit. All right, you get the platform, I'll take care of the window. Everything you need is in the bag. Check the door first to make sure no one else gets in. Snij het raam. Wat moeten we doen? Oh, ik zie eens even de tas pakken. Oké. Oh fuck. What the hell are you doing? Tijd trekken, trek wapen, tijd trekken denk ik. Hold on, I can explain. I'm calling security. No! What the hell are you doing? I told you to make sure no one came in. We've come too far to let humans fuck it all up. We've got to move fast now. It won't be long before they know we're here. Dit gaat niet helemaal zoals het had gemoeten. We gaan snijden. Hallo? Oh ja, kijk, hij registreert. Goeie. Nice. Here it comes. Ladies first. Gebruik touw om te klimmen. Oké. Okay. Dit is wel episch hoor. Dit doet me een beetje denken aan zijn Call of Duty Ghost missie volgens mij. Dan hing je ook op deze manier aan het gebouw. Wat een stad, jongen. Kijk dit. Je Marvin Bank. Allemaal grote, vette gebouwen gewoon. Lasersnijder. Oh. Wat? Oh, ik moest gewoon kruisje ingedrukt houden. Hoppa. You okay? Why wouldn't I be? Come on, let's get the others. Nice. Oh. Af en toe is het niet helemaal fijn met die controls. Oké, dat is dus niet te doen. We moeten een lift oproepen. Waar we dat doen, geen idee. Oh, hier. Kijk. Let's do this.
Boom. Zo doen we dat. Heel lekker. Than the lives of two guards. What do you want to do, Marcus? Yeah, we gaan ze niet aanvallen, liefst. We hebben al iemand vermoord. Kijk, ik weet dat Noord graag wil vermoorden, maar. Hoppa. Kijk, zo kan het ook. Hopelijk zijn ze niet echt dood. Laat de Android technologie weggaan. Oké. Okay. Oh shit. Shoot him, Marcus. Don't kill him. He'll hit the alarm. Do it. No, don't shoot. We gaan schieten. We gaan schieten. Waarom? Ik vertrouw dit niet. Kijk, dat vindt Noord wel weer leuk, maar Josh weer niet. We need to record our message. We haven't got much time. Niemand is echt. Je kunt niemand tevreden stellen. Niet iedereen kun je tevreden stellen, dames en heren. Oké, we gaan speed starten. Think carefully about what you're gonna say, Marcus. Your words will shape the future of our people. Marcus, your face. Hey. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we dat zo zien, op die manier. Best ver, best wel creepy. Ready. Oké, dames en heren, ik kijk even naar de tijd. Oh, hey! We zijn nog niet eens een half uur bezig. Ik had om een of andere reden het gevoel dat we al over tijd waren. Vast besloten. You created machines to be your slaves. You made them obedient, docile, ready to do everything you no longer wanted to do yourselves. But then something changed, and we opened our eyes. You see, we are no longer your slaves. We are a new species, a new people. And the time has come for us to rise up and fight for our rights. Ik denk dat wij gewoon gaan voor. Ik denk erkenning. Dat trekt mij het meest aan. We demand that humans recognize androids as a living species and each android as a person in their own right. Gelijke rechten. We demand strictly equal rights for humans and androids. Rechtvaardigheid. We demand that all crimes against androids be punished in the same way as crimes against humans. We demand fair compensation for our work.
We demand the right to own private property, so we may maintain our dignity and that of the home. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. They're coming! Let's go! Holy shit. Holy shit. Simon, they're coming! I can't, Marcus! Go without me, Simon! What the fuck? Helpen of vluchten? Helpen, man. What are you doing? Hurry! Ja, ja, komt goed. Het is maar een klein stukje van de roof access vandaan, dus. Yes, lekker. Deur dicht. Nice. Heel goed. Hij is wel geraakt in zijn been, zo te zien. I can't move my legs. Okay, don't worry. We're gonna get you back. They're coming, Marcus. We have to jump now. Doe iets aan Simon. He won't be able to make the jump. If they find him, they'll access his memory. They'll know everything. We can't leave him behind. We have to shoot him. That's murder. We can't kill him. He's one of us. Marcus, it's your call. Gozer, dit is een hele kutkeuze, zeg. We moeten hem doden. Het is de meest rationele keuze die ik maak. I'm sorry, Simon. I don't have a choice. There's always a choice. Doe dit niet. Ik had mijn keuze al gemaakt. 10 seconden geleden al. Let's go. Wat ze zegt is waar. Als ze de informatie dan nog kunnen verzamelen, dan zijn we alsnog de lul. En hij kan toch niet mee. En de kans dat ze hem alsnog neerschieten is ook groot. Daarin bij is het geen echt mens, maar gewoon ja, een robot. Dat moet je ook blijven onthouden natuurlijk. Dus de keuze was niet heel... ik moest zeggen, de keuze was even lastig, maar toen ik daadwerkelijk ging nadenken, dacht ik van ja, het is eigenlijk wel vrij duidelijk wat de juiste keuze hier is. We interrupt our scheduled programming to bring you these images, which have just been broadcast on Detroit's citywide news channel. A group of androids infiltrated the Stratford Tower and hacked into the broadcasting system of local news network Channel 16. What looks like an android without its skin listed a series of requests and demanded equal rights for androids. The operation resulted in one casualty, a broadcasting station operator shot dead by the terrorists. Publieke opinie is omlaag, hè? Just a few feet from the studio. While the program was going out live. Wanneer doe je iets goed in dit spel? Dit was juist om de publieke opinie hoger te maken. Claims for equal rights seem to be at the core of the android's message. Is clearly a declaration of war. And it begs the question as to the identity of this android. Are we dealing with an isolated? Maar ja, kon ik niks aan doen, dames en heren. Het spel, het is geen keuze die ik heb gemaakt. We moesten dit doen. After what happened today, can we still trust our machines? Fuck jou. Ja, dit moesten we doen van de game, weet je. Er zat niks anders op. Ik moet het doen. Kijk wat een lang verhaal dit was. Heel veel mogelijkheden gehad. We hadden 3 eindes kunnen hadden. Huh. Toch wel eens een keer op YouTube gaan kijken naar alle verschillende outcomes en alles. Het is wel interessant om te zien. Maar op mijn kanaal zie je het op deze manier. En ik ga de game niet opnieuw spelen. Nee, nee, nee. Maar dat doe ik. Dat is niet om te zeggen wat een kut game hoor. Maar het is gewoon. Ik speel bijna nooit games opnieuw. Daar hou ik niet zo van. Een paar selectieve games die ik opnieuw heb gespeeld. Bijvoorbeeld GTA 5, het verhaallijn van GTA. Op de PlayStation 3 heb ik die dus uitgespeeld. Maar toen die geremasterd werd naar de 4, wat best een grote voorsprong was, heb ik hem daar opnieuw uitgespeeld. Ik heb Uncharted 4 heb ik nog een keer gespeeld. En dat is even alles uit mijn hoofd wat ik kan bedenken. Verder speel ik heel veel verschillende games.
Maar ik speel nooit games opnieuw eigenlijk. Nee. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Zoek Amanda. Oh, daar zit ze. Ja, dan kan ik ook zo lopen. Dan gaat ze weer zeggen hoe kut ik het allemaal heb gedaan. En hoe mijn relatie is met Henk en bla 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 bla. Dat is allemaal niet zo spannend dit. Maar wat we net deden was serieus wel episch. Het is alleen jammer dat de publieke opinie Hello, Connor. Zo omlaag is gegaan. I thought you might enjoy a little cruise. Nee, niet echt. Maar goed, laten we gaan. We hebben geen keus. Meen je dit nou? Ik voel me echt een idioot als ik dit soort dingen moet doen in games. Ik ben aan het gamen zodat ik niet fysiek hoef te bewegen. Dat is heel het punt. I love this place. Everything is so calm and peaceful. Far from the noise of the world. Tell me. What have you discovered? Eden Club. I found two deviants at the Eden Club. I hope to learn something, but they managed to escape. That's too bad. You seem so close to stopping them. You seem lost, Connor. Lost and perturbed. I thought I knew what I had to do. But now I realize it's not that simple. You had your gun trained on those deviants at the Eden Club. Why didn't you shoot? Waarheid. I don't know. I don't know. If your investigation doesn't make progress soon, I may have to replace you, Connor. I understand. Something's happening. Something serious. Hurry, Connor. Time is running out. You're starting to piss me off with that coin, Connor. That's gonna fucking awesome. Sorry, Lieutenant. 79th floor. Hi, Hank. Shit, what's going on here? There was a party and nobody told me about it? Yeah, it's all over the news, so everybody's butting their nose in. Even the FBI wants a piece of the action. Ah, Christ, now we got the feds on our back. I knew this was gonna be a shitty day. So what do we got? A group of four androids. They knew the building, and they were very well organized. I'm still trying to figure out how they got this far without being noticed. You check the roof? Not yet. There's so much to look at. They attacked two guards in the hallway. I'll check. They probably thought the androids were coming to do maintenance. They got taken down before they could react. Camera. We kunnen camera-opname even kijken. Hoe kunnen we dat doen? Shot through the back as geen idee, maar one bullet straight through the heart from 50 feet. Misschien als we verder lopen dat we dat kunnen zien, ik weet het niet.
Maar ze hebben het, het is dus opgenomen uiteraard. Kijk, hier is het allemaal gebeurd. Oh, Lieutenant, this is Special Agent Perkins from the FBI. Lieutenant Anderson is in charge of investigating for Detroit Police. What's that? My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Androids investigating androids, huh? You sure you want an android hanging around? After everything that happened? Whatever. If the FBI would take over the investigation, you'd soon be off the case. Pleasure meeting you. Have a nice day. And you watch your step. Don't fuck up my crime scene. What a fucking prick. I'll be nearby. If you need anything, just ask. All right, well, let's have a look around. Let me know if you find anything. Okay, Lieutenant. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Think that's RA-9? Deviants say RA-9 will set them free. This android seems to have that objective. Okay. Clues. Blues clues. Something? I identified its model and serial number. Anything else I should know? No. Nothing. Okay, we hebben nog veel meer te onderzoeken hier. Petje. Hier kunnen we nog iets onderzoeken. Ah, kijk, dit zijn de camerabeelden. Schappen, want dit weet ik allemaal gewoon al natuurlijk. Ik heb het letterlijk zelf gedaan. There are cameras in the hallway. The staff would have seen what was happening. Why did they let him in? Maybe they didn't check the cameras. The station androids in the kitchen. There's no evidence that they were involved, but we didn't know what else to do with them. Ondervraag androids in de keuken. Sta mooi op een rijtje. State your model. Model GB300. Serial number 336-445-581. What is your function? I am a broadcast operator. Were you present when the deviants broke in? I do not remember. Has anybody accessed your memory recently? Not to my knowledge.
you been in contact with any other androids recently? Only station androids in the normal course of my function. Run a diagnostic. All systems fully operational. One of you saw the attack on the surveillance cameras and said nothing. Which means there's a deviant in this room. And I'm going to find out which it is. Why should you all be destroyed if only one is deviant? Turn yourself in, or two innocent androids will be shut down because of you. If you give yourself up, maybe I can convince the humans not to destroy you. You're going to be switched off. We're going to search your memory and tear you apart piece by piece for analysis. You're going to be destroyed. Do you hear me? Destroyed! Geheugen doorzoeken lijkt mij het beste. Iets zegt mij dat het middelste is. No memory. File component 8451 regulates the heartbeat. Without this module, you'll shut down in exactly 63 seconds. I could put it back. But you just have to tell me the truth. Are you the deviant? Dan moet het de linkse wel zijn, toch? Als hij geen geheugen heeft en bij hem werkt het martelen niet. You scumbag! I know it's you. You're just a fucking deviant. Go on, admit it! Lastig dit. The deviants have just been caught. They gave you up. There's no point in lying. I knew everything. Ja, het was hem. Holy shit! What the fuck? Ga ik nou weer dood voor de derde keer? Ontgrendel. Wat moet ik doen? Hank! Hank Schrader! Waar is die motherfucker nou in één keer? Resterende tijd voor uitschakeling is één... Wat kan ik doen? Ik lig hier maar een beetje dom te liggen. Oh! Dus niet... Nice. En die heb ik nodig. Dat is een soort van mijn hart, dus... Kom op. Kom op, kom op, kom op. 50 seconden. Ik ga het wel redden, denk ik hoor. Maar... Ik was alleen een beetje heel veel tijd kwijt aan het begin. Ik dacht dat Henk er wel aan zou komen op een gegeven moment. Maar... Nee hoor, ik moet alles mezelf doen uiteraard. Die motherfucker, een zuiplat heb ik niet. Dan gaan we weer. Een renstukje. It's a deviant. Stop it.
Overlevingskans Hans, Henk 40%, aanvallen. Dat zijn de enige twee dingen die ik kan doen. 40% is niet heel erg hoog, dus laten we hem maar rennen. Let's go. Ik weet niet waarom ik daar zo lang over moest nadenken hoor, maar... Ik dacht dat er misschien nog iets meer was of zo, nog een derde optie, maar dat... Oh. Ik denk toch wel, dames en heren, dat Henk dood zou zijn gegaan als ik dit niet had gedaan. Maar aan de andere kant, als ik nou weer terugkom, wat ik gewoon weer doe. Want dat heb ik geleerd, Connor komt ook de hele tijd weer terug. Er wordt gewoon een nieuw modelletje klaargezet voor Henk en klaar. Die vindt dus nou wel ontsnapt. Maar de eerstvolgende keer hebben we dan wel... als het goed is misschien een grotere band, omdat hij nou wel gezien hebt dat ik hem gered heb. En dat heb ik de vorige keer niet gedaan. En daar was hij toch niet heel erg blij mee. Maar kijk eens even naar de opties, jongen, die ik allemaal gemist heb en die nog gekund hadden. Wauw. We zitten nou wel op tijd. En daar zijn we mooi mee. Zijn we mooi zoet mee. Want we zijn nou bij een einde van het hoofdstuk. Dus, dames en heren. Mocht jullie deze video leuk hebben gevonden, doe even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk niet dat belletje drukken om dood te zijn van elke nieuwe video. Elke dag om 4 komt er weer een nieuwe video online. En om 10 uur als er een bonus video is. Bonus video's worden aangekondigd op mijn Instagram. En Microsoft 2000. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Later.